Leuk dat je weer kijkt. We gaan het vandaag hebben over de type gietvloeren. Ja, gietvloeren zijn dus echt gegoten vloeren letterlijk. Dus je gaat echt laag voor laag hem opbouwen, waardoor je gewoon een natuurlijke vloer krijgt. Je hebt echt geen vloer die daarmee hetzelfde is. Ja, de PU-gietvloer is de meest voorkomende vloer voor woningen eigenlijk weer. Dat is ook de enige waar we ook willen toepassen voor woningen, want alle andere types daarin is eigenlijk niet geschikt. Epoxy bijvoorbeeld weer is daarin gewoon te hard. Dat is meer voor de zakelijke markt, voor bedrijfshallen en dergelijke. Maar de PU-vloer is echt wel geschikt, meer geschikt voor de woningsituaties. Ja, vanuit de PU-vloer komt eigenlijk het meeste voor dat mensen dus een twee-kleuren vloer kiezen. Dus twee componenten die bij elkaar worden gemengd, waardoor je gewoon ook een soort van een vlammetje erin krijgt weer. Nou, het vlammetje is wel leuk, want het vlammetje is nooit hetzelfde bij een woning. Je hebt eigenlijk altijd een unieke vloer die gelegd wordt op die manier. Ja, iets wat eigenlijk net nieuw is binnen de collectie van Arturo is de Mistral-lijn. De Mistral-lijn is ook gewoon weer twee componenten, dus twee kleuren wat ingemaakt is. Maar hier hebben ze er ook weer een soort spikkeltje in gezet. Wat net wat speelser maakt, net wat meer, wat minder breekt als het ware qua licht. Ja, gietvloer is eigenlijk de makkelijkste onderhouden vloer wat dat betreft. Je hebt namelijk 0,0 kieren. Dat is namelijk één geel, dat is één oppervlakte die je maakt. Dus het dweilen, het stofzuigen en dergelijke, het kan nergens in een kiertje gaan trekken, want je hebt ze gewoon niet zitten. Ja, ook dat weer is een perfecte situatie voor vloerverwarming, want dat ga je ook direct gieten op de dekvloer. Dus je hebt direct de warmteoverdracht van de vloerverwarming eigenlijk naar je vloer toe. En ook een gietvloer is gewoon iets wat goed de warmte kan geleiden weer. Dat is een beetje afhankelijk van hoe je met je vloer omgaat. Onderhoud van een gietvloer is daarin wel wat belangrijker, omdat het natuurlijk gewoon één geheel is. Je kan niet even een stukje gaan vervangen bijvoorbeeld. Dus onderhoud daarmee met gietvloer is wel cruciaal dat je dat gewoon goede filtjes onder je stoel hebt onder andere. Dus alle rolbare, beweegbare delen in je woning hebben gewoon goede bescherming nodig in die zin. Elke vloer is natuurlijk gevoelig voor krassen, maar gietvloer gaat misschien wat meer op kunnen zien. Dat is vooral het nadeel. Gietvloer is natuurlijk één vlak geheel. Dus dat je gewoon geen opberekening hebt van een printje of wat dan ook. Ga die dingen eerder kunnen tegenkomen, een krasje of een stofje of een vlekje of wat dan ook weer, dan bijvoorbeeld een PVC-vloer. Wat belangrijk is gewoon met elke vloer is gewoon goede bescherming. Dus een goede deurmat bijvoorbeeld binnen en buiten. Goede bescherming onder je pootjes, de bereikbare delen. Dus alles wat je kan bewegen met een stoelpoot bijvoorbeeld of een kastje of een rolwieltje dergelijke. Dat zijn allemaal zaken waar je gewoon extra bescherming misschien nodig hebt. Misschien bij gietvloer wat extremer dan bij andere vloeren. Nou, we hebben hier eigenlijk een flyer van Scratch No More. Dat is eigenlijk het onderhoudsprogramma waar je eigenlijk allerlei varianten hebt. Vanuit stoelwieltjes, stoelpootjes, filtjes, noem maar op weer. Eigenlijk alles wat je hiermee kan bedenken zo'n beetje. Wat je nodig kunt hebben om je gewoon je vloer extra bescherming te geven. Dit adviseren we zeker voor gietvloeren om het echt te gaan doen. Want dit heb je echt wel nodig om je vloer lang termijn mooi te houden. Nou, gietvloer ben je echt wel lang mee bezig. Gietvloer zelf ben je ongeveer 5 dagen aan het opbouwen van laag voor laag. Je bent de eerste laag natuurlijk gewoon egaliseren. Daarna ga je echt je systeem als het ware opbouwen weer. En op het einde ga je natuurlijk het aflakken. Nou, het systeem opbouwen ongeveer duurt 5 dagen. Waarna je echt nog minimaal 48 uur moet uitharden. En we zeggen zelf dat je gewoon een week daarna gewoon even moet belasten. Zoveel mogelijk voorkomen. Het proces van uitharden en gewoon vooral het proces afmaken van een gietvloer. Het uitharden en uitdrogen. Dat is echt cruciaal. Dus 2 weken blokkeren is eigenlijk het meest veilig voor jezelf. Daarna kan je het rustig weer belopen, rustig gaan inhuizen en noem maar op weer. Ja, dat is gewoon echt een stijlkwestie denk ik. Mensen vinden industriële look gewoon vaak mooi en industriële dan dit ga je niet krijgen. Nogmaals, de voordelen vooral met vloerverwarming is natuurlijk goed weer. Je hebt gewoon geen kieren, dus onderhoudsvriendelijk. En je hebt gewoon nogmaals echt de look van het industriële ga je daarmee echt creëren en echt een nadruk op leggen. Dus ja, dat blijft natuurlijk een esthetisch iets wat je mooi moet vinden of niet mooi moet vinden. Maar dat is wel iets van een trend op dit moment in de markt al een tijdje gaande is. Nou, de kostenafhankelijkheid is natuurlijk, je bent er vooral heel arbeidsintensief bezig. Je moet echt 5 dagen moet je terugkomen om een gietvloer te creëren als het ware weer. Dat heeft zijn voordelen en nadelen. Hoe meer meters, hoe efficiënter het kan. Als je bijvoorbeeld alleen een woonkamer doet weer, is een verhouding duurder als je voor een hele woning doet. Want de vierkante meterprijs is een soort staffel als het ware in opgebouwd. Gewoon puur dat je meer kan doen in dezelfde week. Dus dat is iets wat je gewoon ook daarmee kostentechnisch wel kan verantwoorden. Ja, naast de PU-vloeren die we aanbieden vanuit Arturo hebben we ook nog een tweede variant gietvloeren. Dat is de beesbeton. Beesbeton is wat ruwer van zichzelf, want die echt wordt aangesmeerd namelijk weer. Nou, de beesbetonvloeren wat dat betreft zijn net wat unieker als een soort. Daar krijg je echt geen enkele vloer die hetzelfde is als die gewoon dezelfde kleur bijvoorbeeld bevat.
Je gaat dan echt handmatig aanmaken weer, wat ruwer is. Daardoor ook gewoon die streepjes met stoelen bijvoorbeeld, schuifplekken, wat minder zichtbaar worden eigenlijk. Nou, in verhouding met de PU is deze iets voordeliger. Dat heeft vooral te maken met de materiaalkosten. De PU, de polyurethaan, is gewoon wat duurder van de grondstof in die zin. En de basisbeton is eigenlijk gewoon daarmee wat voordeliger. Nou, het leuke van de basisbetoncollectie is dat je niet alleen de vloer aan kan brengen, maar ook op de muur aan kan brengen. Zoals je achter me kan zien, heb je hier ook gewoon een basisbetonafwerking gecreëerd. Waardoor het gewoon dat je ziet dat het daar een witte muur echt wel uitspringt. Dus een uniekere look wat je in je woning gaat creëren daarmee.